Geld, geld en nog eens geld. Groep 5 van de Don Bosco School in Krabbenhof zwom vandaag in de euro's tijdens een speciale rekenles. En de kids hebben een hoop geleerd. Hoe je nepgeld eigenlijk kan herkennen door kantelen, voelen en zeg maar te kijken. Heb je in het dagelijks leven ook wel eens te maken gehad met nepgeld? Ja, eens een keer wel. Mijn neefje gaf me eens een keer nepgeld. En toen dacht ik, ik ging naar de winkel. Maar toen kwam ik erachter dat het nepgeld was. Oh, dus je wou ermee gaan betalen? Ja. Ja, dat is schrikken, hè? Ja. Een oud medewerker van de Nederlandse Bank vertelde alles over de euro. Maar wethouder van onderwijs Peter Heikoop werd ook veel gevraagd. Nou, in de eerste plaats of ik mijn werk leuk vind, wat het precies inhoudt, wie mijn collega's zijn, wat ik dan ook heel de dag. En het is in het kader van de Week van het Geld. Dus sommige kinderen vroegen ook van, verdient u ook geld? Verdient u veel geld? Wat doet u daarmee? Nou ja, goed, daar gaan we op een grappige manier mee om. En je merkt dat geld natuurlijk wel een factor van belang is, ook in hun leven. En soms ietsje meer dan wat we zouden willen. Maar het is wel belangrijk dat het geen taboe is. En dat ze wel weten dat het belangrijk is om goed met geld te leren omgaan. En zeker ook met betalen. Nou, daar hebben ze nu ook al mee te maken. Dat ze naar de winkel gaan en boodschappen moeten doen voor hun ouders. En dat ze toch weten van, hoe werkt dat? En krijg ik wel genoeg geld terug? En klopt het wat ik terugkrijg? Dus ja, het is een heel belangrijk aspect ook binnen het rekenonderwijs. In deze Week van het Geld vraagt de Don Bosco School aan leerlingen hoe zij met 50 euro de school leuker zouden maken. Spullen om meer van buiten te spelen, maar wel wel veel dingen. Okay, klimrekken of iets anders? Ja. Ja, en voetbalvelden. Een voetbalveld aanleggen, dat gaat net niet lukken, hè, voor 50 euro. Nee, voor 50 euro gaat dat net niet lukken. Nee, we komen iets kort daarvoor. Jammer nou. Ja, precies. Nee, maar dat inderdaad de waarde van 50 euro, want het lijkt heel groot. En dan komen we er eigenlijk achter van, maar één spel kost bijvoorbeeld al 30 euro. Dus daar leren ze ook heel goed mee omgaan. Van waar moet ik kijken op internet? Hoe kom ik daarachter? Dus dat, we zijn nog volop bezig daarmee. Vrijdag krijgt de directeur van de Don Bosco School de begrotingen te zien. Daarna wordt besloten welke ideeën worden uitgevoerd.